Goedemorgen deze morgen. Het is ongeveer 10 uur, toch deel? Wat? Het is toch ongeveer 10 uur? Ja. Oké, het is ongeveer 10 uur. Ik ben net een half uurtje wakker. Ik heb net Dylan wakker gemaakt. En dan gaan we zo even naar de supermarkt. Maar vandaag is het echt... Auw, scheid weer. Het regent, maar gelukkig hebben we hier een binnenzwembad. Dus gaan we daar even kijken. Maar misschien is het heel erg druk, maar we zullen zien. We gaan nu eerst even naar de supermarkt. Gaan we even vers stokbrood halen voor ontbijt en zo. En vandaag gaan we gewoon een lekker chill dagje houden. We zien wel wat we gaan doen. En ja, het komt helemaal goed. Maar echt jammer van het weer. Maar hopelijk klaart het nog op. Je weet het nooit. Dus ja, we zullen zien. En ja, ga gewoon lekker de dag starten. Ik dacht, voordat we naar de supermarkt gaan, laat ik nog even mijn outfit zien. Deze jurk is van de Weekday. Tasje is van de Zara. Spijkerjasje is vintage. Ik heb een scrunchie in van de Hema. En ik heb gewoon mijn docks eronder geknald. Dus ja, dat is mijn outfitje. Ja. Wat wil je me laten zien, schat? Nou, kijk, het staat daar. Verboden te parkeren voor 150 meter. Ja. Maar de parkeerplaats is over 100 meter. Maar dan mag je dan toch ook niet parkeren omdat het niet parkeerd is voor 150 meter? Dat is best wel dom. Ja, best wel. Best wel, ja. Wat heb jij aan, schat? Niks aan, ik ben naast. Ik heb mijn schoenen aan, ik heb een shirt en een broek aan. Schoenen GC, broek H&M, shirt Tommy Hilfiger. Yes. Yes. Nou, kom, let's go. Yeah, let's go. Kom maar mee. Zo, we zijn weer terug van boodschappen doen. En ik dacht, hé, we doen even een zo snelle shoplog. Dus, nou, hier komt ie. Nou, ik ben helemaal verslaafd aan scrunchies de laatste tijd. En die zag ik dus nu ook liggen. Dus die, ik heb 2 pakjes van gehaald. Een nagelschaartje en labello, want ik heb vet droge lippen hier. Even een melk. Kleine knakworstjes. Een stokbrood voor zometeen. Vanavond gaan we lekker hamburgers maken. Dus we hebben van die lekkere hamburgerbroodjes. Gehakt. Activia. Gehakt voor de hamburgers. Sla. We hebben even meloen, zodat we nog even wat fruit hebben. Een ui. En deze ui was letterlijk maar 16 cent. Like, hoe dan? En even een soepje voor vanmiddag. 3 tomaten. Wat hebben we nog meer gehaald? Nou, dat was het volgens mij, hè? Nou, dat was het. Wow, en nu... Toch gezond bezig deze keer. Maar echt, gewoon super gezond. Nou, ja, super gezond, maar hè, redelijk gezond. Nou, we hebben niks ongezonds gehaald volgens mij. Geen nee. Soep, geen koek. Weet je, een broodje hamburger is ook niet gezond. Maar meestal niet gezond. Niet ongezond. Maar wat het ongezond maakt zijn meestal de sausen die je doet. Lekker knakkies. Lekker knakworst, maar... Had je al gezegd? Ja, even wel heb ik gezegd, ja. Dus wij gaan nu lekker even ontbijtje maken, lekker even eten. En waarschijnlijk dan na het ontbijt even naar het zwembad of zo. We kijken wel wat we gaan doen. Oké, Deal die bedenkt zich dus net van, fuck, waar is mijn telefoon? Dus ik denk dat hij gewoon in de auto ligt, maar you never know. Dus, en anders ligt hij misschien nog in de supermarkt. Maar ik denk dat hij gewoon in de auto ligt. Dus hij is nu naar beneden aan het lopen. En dan kijken waar die ligt. Dus hij zal zo wel naar buiten lopen, maar oei. Zo heeft hij maar, we hebben de auto, we hebben gewoon hier praktisch achter staan. Dus dat is het hele probleem niet. Dus ik hoop voor hem dat hij gewoon in de auto ligt. Hij loopt nu naar de auto toe. Zie hem shinen dan. Kijk hem lopen. Ik hoop dat hij in de auto ligt. Ja, volgens mij wel. Heb je hem? Hey! Oh, ze lag gewoon op de stoel. Lacht hij gewoon op de stoel? Ja. Oh. Ja, oké. Okay. Hey! Lekker ding. Zo, we hebben net lekker ontbeten. En Deel heeft weer heerlijk 2 gebakken eitjes voor me klaargemaakt. En boe! Ja, Deel. Niet doen. Nee. En, ja, wat zou ik nou zeggen? Het was echt gewoon lekker ontbeten. Lekker.
Leuke En nu gaan we lekker zwemmen, want het is 12:30. Dus we denken dat, dat het misschien nu rustig is. Ik hoop het. Dus nu even lekker zwemmen en dan... Ja! Dat dus. Zo, ik neem de camera trouwens niet mee naar zwemmen. Want dat is een beetje... Hè? Gevaarlijk. Nog even een verhaaltje. Er staat op het internet dat ze hier een fitnessruimte hebben. Dus ik ging naar de receptie toe en hey, waar is de fitnessruimte dan? Ja, die hebben we hier niet. Dus ik zei van, ja, maar op internet staat dat jullie hier een fitnessruimte hebben. Nee, we hebben hier alleen een zwembad en een sauna en een stoombad. Dus ik zei van, oké, maar zit het dan bij dat andere ding? Want er zijn zeg maar hier twee gebouwen. Ja. Nee. Toen keek ze me een beetje aan met welk andere gebouw en denk ik van... Werk je hier net of zo? Dus ik ga zo meteen gewoon bij het beneden bij het zwembad even daar rondje lopen om te kijken of ik niet echt iets zie. Want ja, weet je, als het op internet staat op elke site, dan moet het er toch neem ik aan wel zijn. Ja. Maar ze gaat het nu dus controleren, want ze wilde weten waar ik het geboekt had. Toen had ik echt van, kut, waar heb ik weer geboekt? Belvilla! Hey, doei! Dat was mijn verhaal. Oké, bye. Zo, we zijn weer terug van zwemmen en... Ja, ik denk dat we nu even gaan douchen. Wie wil eerst? Dag, jij maar weer eerst. Net zoals altijd. Anders word je boos. Nou, dat is helemaal niet waar. Nou, dan ga ik eerst deze keer. Ja, dat is goed. Ja. Dus dan even lekker douchen, even opfrissen. We zouden dan alvast even gaan editen. En misschien nog een video opnemen. Want het is vandaag echt gewoon scheidweer. Dus ja, je moet wat, hè? Ja. En dus we hebben er denk ik ongeveer half uur, drie kwartier gezwommen. Ja, ik denk wel een uurtje of zo, hoor. Een uurtje? Ja. Oh. Nou, lekker. En dus dat. Ze gaan, goed verhaal dit. Zometeen even lekker wat eten. Ja, we moeten ook nog lunchen natuurlijk. Jezus, maar haar voelt echt een stro. Ja, lekker. Lekker. Ik heb het echt uitgedaan in het zwembad. Oh ja. Ja, dat op een gegeven moment, dat zat echt niet meer op een gegeven moment. Dus, he's back at it again. Ja. Oké, ja. Ik heb nu al honger, dus ik ga nu even een chipje pakken of zo. Jeez. Zo, het is een tijdje later. Ik heb lekker gedoucht. Deel heeft lekker gedoucht. Ik heb mijn haar gefeund. Ik heb een klein beetje make-up opgedaan. En nu ligt Dylan even op bed. Dus ik zal ook even iets zachter praten. Want hij was echt super moe. Dus ik zei, weet je, ga lekker even naar bed, joh. Hè, doe je ding. En het wordt wel iets lichter. De lucht wordt iets blauwer. Dus de zon die kwam zelfs net een beetje door. Dus hoop voor het beste dat het nog een beetje beter wordt. En nu ga ik even een video opnemen. Een video over hoe ik mijn Instagram foto bewerk. Dus ja, helemaal zin in. Helemaal gezellig. Dus die ga ik nu even opnemen. Zo, ik zit hier lekker op, hoe heet het? Gewoon even aan tafel. En ik heb net de video opgenomen voor hoe ik mijn Instagram foto bewerk. Volgens mij wel een leuke video geworden. Dus nu moet ik het, we moeten nog heel veel video's editen. Maar ooit komt het online, mensen. Ooit komt het online. Maar dat was het een beetje. Dus ik ga nu nog een beetje gewoon dingetjes doen. En dan straks dit dan wakker maken. Ik weet niet of hij echt slaapt, maar we shall see. Zo, het is een tijdje later. Dylan heeft lekker geslapen. Heerlijk. En nu heb ik me weer even omgekleed. Hè? Ik kleed me voor 30ste keer om vandaag. Maar living the Insta life. You know. Dus nu gaan we even weer naar dat dorpje toe, ons souvenirwinkeltje. Even daarin, misschien nog een ander winkeltje even in. En dan zijn we er gewoon weer even uit. En dan gaan we daarna lekker koken. Ja. Lekker shirtje heb je aan. Ja, hè? Ja. Wel jeuk. Hoezo heb je jeuk? Ja, het kaartje dat zit de hele tijd in mijn onderbroek. In je onderbroek. Ja. Dus let's go outside. Yeah. Yeah. Let's go. Hoi. Hoi. We zijn echt aan het filmen. Ja. Nou, we zitten hier nu bij een crêperie. We gaan lekker pannenkoek eten. Even vooraf je voor vanavond gaan eten. Ja, want we gaan vanavond hamburgers eten. Ja. Nee, maar we zagen dit dingetje al echt 1-2 dagen terug. Ja. En steeds was het dicht. Dus vandaar dat we nu... En nu zagen ze eigenlijk, oh my god, deel, hij is open. Laten we heen gaan. Caramel staan. Nee, dus ik heb iets met ijs en chocola of zo. Ik weet niet hoe precies, maar ja. Dus nu even wachten. Doei. Doei! Zo, we hebben zijn vergeten te filmen wat we aten, maar we hebben het op de foto gezet. Maar dat is echt heel lekker, hè? Ja, want ik ben de joker. Oh my god, zo slecht. Oké, het wordt nu alweer tijd om dit ding uit te zetten. Ja, nee, het was echt lekker. Het was heel lekker. Ik heb gewoon nog een stukje hier laten liggen. Het lag op tafel.
maar niet uit. Goed voor mijn immuunsysteem. Ja, dat is zeker waar. En nu gaan we zo, ik wil nog even autofootjes hebben. Zoals altijd. En Dit shirt heb ik van Sasha gekregen voor ongeveer Ja, zo leuk. Ik zag hem hangen en dacht, ja, die moet gewoon mee. Ja. Ja, dus we gaan nu afbreken. Ik ben al mijn 1 en 2 centjes heb ik hier opgedaan. Ja, heb ik gekregen. Zijn we daar ook maar weer vanaf. Precies. Nou. Zo, we zijn weer thuis na gewoon een lekkere wandeling. We hebben weet ik hoeveel foto's nog gemaakt voor Instagram. Die hebben we net allemaal bewerkt. Even beneden in de, hoe noem je dat? Hall of zo? Lobby. En daar hebben we ook nog even alle foto's bewerkt. En wat Netflix series gedownload. En dat we even dat kunnen kijken vanavond. Dus we gaan nu eerst even volgens mij een Netflix serietje kijken. En dan gaan we daarna even lekker koken. En gewoon lekker rustig avondje. Oké, we zijn een kleine 10 minuten later en het eten is klaar. Ja. Dus we hebben dus de gebakken aardappeltjes. We eten dus eigenlijk vegetarisch vandaag, want we hebben ook mozzarella sticks en Sasje heeft een lekkere salade gemaakt. Dus we gaan nu lekker eten. Ja, yes, eet smakelijk.